Ik ben een fan van de Violent Husbands. Ik vind het eigenlijk de beste groep in Vlaanderen. Ik heb jullie leren kennen door YouTube. De Wilde Boeren, dochter van Ivan Heil. We zitten hier trouwens in het concentratiekamp van Wolfenbüttel in Duitsland. Met een concentratiekamp hier. Het zijn de maskers van België. Dus een beetje respect. Een beetje respect bouwen. Ik vind de Wilde Boerendochter van Ivan Heil, ik vind dat beste Vlaamse nummer ooit. Dat is punk en ik denk dat dat gemaakt is in 1974 of zo. Ik heb dat meegemaakt, ik ben van de jaren 50. Ik heb dus Ivan Heil meegemaakt. En die gast heeft sowieso twee fantastische nummers gemaakt, de Werkmens en de Wilde Boerendochter. En hij deed dat vrij goed, vind ik. Even hoog Ivan Heil. En ik vond dat wel goed om dat in het West-Vlaams te brengen. Ze zijn zeer goed, hè? En waarom is het zo goed? Ik denk dat het goed is omdat het heeft iets organisch, die muziek. Het is op akoestische klassieke gitaar gespeeld. En ik denk dat het makkelijker lijkt dan het is. Ze kunnen eigenlijk vrij goed spelen. Zo. En het is ook wel sexy. Heel sexy, is waar. Heel sexy, vind ik. Ja. Maar zou u houden van een geweldige, gewelddadige echtgenoot ooit? Ja, dat heeft hij niet zo gewelddadig. Maar dat moet een beetje, maar weet je wat? Overspel en jaloezie is belangrijk in het leven. En als je echtgenoot je graag ziet, dan moet hij ook een klein beetje gewelddadig zijn, denk je. Ja. Dus jullie zijn de eerste fans van de Violent Husbands? Ja, een zware fans. Dames en heren, need we say more. De Violent Husbands hebben hun eerste fans binnen, dat is zeer goed. En ik denk dat de weg naar de roem geplaveid is. Die is binnen, jongens. Schoonwerken.